ik hoop ook echt dat mensen gaan nadenken voordat ze tatoeages op hun handen laten zetten of in hun nek of in hun gezicht. Want ik snap best dat je in emotie zoiets kan hebben van, nou, ik wil dit en dit past bij mij. Ja, maar misschien over 3 jaar niet meer. Want ik dacht echt dat hij de enige was en daarna nooit meer iemand zou komen. Dus eigenlijk voor hem heb ik daar endless love voor gemaakt. Daar ben ik een tijdje lang wel blij mee geweest. Totdat ik ging merken dat mijn omgeving ook heel erg zei van, nou, het ziet er niet netjes uit. Heel vaak gesolliciteerd en dat ze toch ook wel zeiden van, ja, door je zichtbare tatoeages nemen wij jou liever toch niet aan. Aan de ene kant willen we oplossingsgericht mensen helpen die dus in hun jongere jaren ooit een tatoeage op de handen en de hals in het gezicht hebben gezet en daar echt oprecht spijt van hebben, die daar dus dagelijks mee geconfronteerd worden vanaf het moment dat ze wakker worden en al in de spiegel kijken. En aan de andere kant, weet je, willen we mensen, jongeren, preventief bewust maken van het nemen van tatoeages op die zichtbare plekken. Een normale baan. Ja, en niet meer aangestaard worden in de tram, in de metro. En vooral ook zelf niet herinnerd worden aan de persoon die ik toen was en nu niet meer ben. Ik heb een diagnose gekregen van zware depressie en ik was heel erg op zoek naar mezelf. Daarom staat er ook Mysterious Truth en zijn de puzzelstukjes ook, want mijn leven was voor mij een heel erg groot, hele grote puzzel.